We zitten hier in die prachtige nieuwe bibliotheek in Terheide. En Marina Schriek zit tegenover me, een heuse schrijfster uit onze eigen gemeente. Ze komt uit Laag-Zwaluwe. Ja, dat klopt helemaal precies zoals je het zegt, ja. Ja, Marina, je bent schrijfster van een zeer lijvig boekwerk. En dat heet Gefeliciteerd met je burn-out. Toen ik dat zag, dacht ik, ja, lekker. Je zult in een burn-out zitten en ermee gefeliciteerd worden. Hoe zit dat? Ja, 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 natuurlijk het leuke. Ik zet iedereen op het verkeerde been met die titel. Want een burn-out wens je niemand toe. Je gunt het niemand. En je ergste vijand nog niet. Vooral als je er zelf een keer een hebt meegemaakt. Het is echt geen pretje. Maar toch. Ja, heb je er zelf een meegemaakt? Je kan wel een boek over een onderwerp schrijven. Maar ben jij een deskundige, zo gezegd? Ja, helaas wel. Ja, ja, ik heb twee keer een burn-out gekregen. En dat is mede de reden geweest dat ik ben gaan coachen. Mensen ben gaan begeleiden bij hun, om hun te leren hoe ze met stress om kunnen gaan. En ja, op enig moment had ik een frustratie daarover dat ik zo weinig mensen kon bereiken. En toen kwam het idee om een boek te schrijven. Want leg eens uit, waarom gefeliciteerd? Nou, een burn-out is dan wel heel vervelend, maar het is vooral een persoonlijk proces. En een persoonlijk ontwikkelingsproces. En op het moment dat je de bodem van de put raakt, dan kun je nog maar één kant op. En dat is omhoog. En dat is er mooi aan. En op het moment dat je dan daar iemand bijvoorbeeld juiste vragen stelt aan jou. Of jou wijst op van je hebt een heleboel oude gewoonten die je hier gebracht hebben. Wat kun je afleren of weer aanleren? Wat een ander resultaat gaat geven. En dus eigenlijk geeft dit boek ook weer wat jij in al je jaren in je praktijk hebt meegemaakt. En de verhalen van de mensen, is het dat? Of is het een hele nieuwe methode? Het is heel een nieuwe methode. Het is de methode die ik zelf heb ontwikkeld om zeg maar mijn ervaringen en de ervaring die ik met klanten heb gehad, om die zo, ja, hoe moet je dat zeggen? Je wil dat dan voor iedereen bereikbaar maken. Dus ik heb daar hard over nagedacht en een methode van gemaakt die voor iedereen toegankelijk is. Dus stel, ik zit in een burn-out en ik ben me dat bewust en ik accepteer ook dat dat zo is. En zou ik aan de hand van dit boek mezelf kunnen helpen? Dan kom je al een heel eind. En je hebt een uitgever gevonden, want vandaag de dag, er wordt zoveel geschreven. Iedereen denkt wel dat ze een boek kunnen schrijven, maar je hebt een heuse uitgever gevonden. En hoe is die tevreden? Ja, die is tevreden. Ja, want er wordt al gesproken over de volgende druk. En ik ben al, hij heeft gezegd, joh, het gaat goed, schrijf je volgende boek maar. En voor ik weet te weten dat je dat daarmee bezig bent. En misschien mogen we daar in de toekomst wat meer over weten. Ja, zo is dat. Daar vertel ik als het zover is graag meer over. Dankjewel hiervoor. En succes. Dankjewel.